Welkom bij een nieuwe piepshow met um, drie onderwerpen vandaag. Dus dat is niet heel veel, maar er zit wel een heel interessant uh, financieel onderwerp bij um, waar we het even over moeten hebben. Maar ik begin even met um, de mededingingsautoriteit. Nou, we weten allemaal de CMA die, uh, die wil verder onderzoeken, dus dat gaat naar fase 2 toe. En de EU heeft nu ook gezegd uh, wij willen het ook onderzoeken. Oh. Um, wij ja, we of willen ze toch wat meer... ook, Ze hebben zin in warzones. Ze willen zeker weten dat die deal zeker. met Microsoft wel goed zit. Natuurlijk. En het grappige was, uh, nou, ze hebben dat gewoon aangekondigd. Van, we gaan in fase 2. Bladibla. Microsoft heeft gezegd. Nou, we begrijpen dat allemaal. Dit soort dingen moeten goed uitgezocht worden. Wij zijn er klaar voor. Wij vertrouwen erop, et cetera, et cetera. Ongetwijfeld dat op de achtergrond een leak, dat ze echt zichzelf helemaal aan het uployeren -up zijn tot aan het strotje. Ja. Uh, maar uh, er kwam deze week een tweet uh, uit uh, van uh, deze beste man. En die man heeft. Ricardo Cardoso. Uh, hij werkt bij en um, ik heb even mezelf nog niet upgesigned. Sorry daarvoor. Uh, een nieuwe laptop. Um, hij werkt bij de EU. En mm -hmm. hij tweet. Um, The commission is working to ensure that you will still be able to play colour. Call of Duty on other consoles, including my PlayStation. <laughs> also on our to-do list, upstock, stock pictures. These gamers have wired controls, whereas Xbox en PlayStation have wireless ones since about. Anyway, het gaat dus inderdaad natuurlijk om dit woordje: My PlayStation. Including my PlayStation. <laughs> en het hele internet ging los van: what the fuck. Um, dit is ja. het nou, weet je wel. Van, dit uh, is waar het om gaat, man. Dit is gewoon ja. waar het om <laughs> gaat. Die gasten <laughs> hebben gewoon maar Playstations. En die zijn piss dat Call of Duty niet meer, meer speelbaar is. Ja, um, <laughs> vrij snel <laughs> daarna, dus na een dag. Uh, even kijken hoor. Uh, dan moet ik even gaan zoeken waar die staat. Uh, kwam hij namelijk met een uh, reactie van. Ja, wacht ho, ho, ho. Ik heb, ik heb helemaal niks uh, uh, hiermee te maken. Uh, uh, ik, 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 ik werk niet eens in die commissie, et cetera, et cetera. Uh, dat staat hier inderdaad. Um, to clarify, I'm not involved in the assessment of the merger and I don't even work in the department dealing with mergers. As as is clear from my profile, my comments are personal and not a commission position. Whose decision will be taken on the basis of facts and the law. Ja, yeah, yeah, sure. Maar, maar dat <laughs> is het een beetje. En um, ik weet dat jij geen groot fan bent van de EU. En nee. ik denk dat hier wel een, 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 een kern van jouw uh, wantrouwen in zit. Is natuurlijk van, kijk, de facto kan hij zeggen: ik zit niet in die commissie. Dus ja. Ik heb daar niks over te zeggen. Maar ze hebben natuurlijk allemaal praten met elkaar. Het, het, is, is... het is niet alleen dat ik geen fan ben van u. Ik ben gewoon niet zo'n fan van politiek en van politici. En nee. dit is, dit is zo'n mooi voorbeeld. Omdat ja. ze. Um, dit is wat het altijd is. Ze zeggen altijd: ze, ze, weet je, ze zitten op een hoge paard en ze hebben moreel uh, besef en ze hebben het beste met ons voor. En de burger en bla. Maar in de praktijk zijn ze gewoon bang dat Colin duty straks niet meer op zijn vleesstation landt. Nee. Je? Ja. Dat is gewoon dat ze alle politici, da, dat is waar het de hele tijd op neerkomt, is dat ze zelf allerlei belangen hebben en shit ja. aan het regelen zijn voor zichzelf <laughs> en, en dat ze allemaal verkopen alsof ze dat dat voor ons allemaal doen wat ja. natuurlijk niet zo is. Het het is het, het is die bizarre verwoorden want eigenlijk, eigenlijk komt nu dat hele proces aan op uh, uh, de EU en, en en de CMA die zeggen uh, we moeten ervoor zorgen dat Call of Duty uh, op de PlayStation blijft versus Microsoft die zegt jongens het blijft op de het blijft op de PlayStation tot 2027 sowieso. We hebben geen enkel ja, wie moet je op een gegeven moment op zijn woord geloven? Dat is natuurlijk de ja, moeite van. Ik bedoel... ja. Xbox heeft er geen belang bij om die shit op de PlayStation te halen. Nee. Dus gaat het weg van de PlayStation. Dat is duidelijk. Ja. En uh, deze gasten hebben er een belang bij, omdat ze zelf een PlayStation hebben. Ja. En wat ik gewoon heel grappig vind, is dat dit is gewoon, dit is schoolplein shit uit de jaren <laughs> tachtig. Oh, je hebt een Atari, ST, ik heb een Amiga, weet je? Dan, ja. dan, dan eindeloze discussies. En dat, dat is dit ook. Deze man heeft gewoon een PlayStation en die wil fucking Call of Duty spelen en die ziet de mm -hmm. al hangen. En gelijk heeft hij en die elke PlayStation bezitter baalt. Van ja, en dat um... ik denk, ik denk overigens dat ze het er niet van af willen halen, omdat als je kijkt nu ook, er is nu 1 miljard in 10 dagen verdiend met Call of Duty, waarvan een overgroot deel van de PlayStation vandaan komt en de PC. Ik denk dat ze uh, net als met Minecraft meer verdienen aan het daar laten en, en in ieder geval, t, en, en volgens mij zijn ze ook bereid daar iets voor te tekenen en en, nou, en mm. ik, ik denk dat het daar een beetje naartoe gaat dat het zo langzamerhand op een gegeven moment uh, 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 als ze iets tekenen dat dan Zowel de CMA als... als uh, uh, ja, maar het de... gaat ietsje verder dan alleen dat die game speelbaar is. Kijk, ze gaan hem bij... Uh, hij wordt gewoon bij Game Pass uh, wordt hij ingebakken. Zeker. En daar krijg je het, uh, tussen andere zeg maar, is gratis. Ja. Nou, dat betekent dat PlayStation gaat sterven. Want uh, mm -hmm. als al die games straks allemaal bij Xbox uh, mm -hmm. in Game Pass zitten... Ja, dan sterft PlayStation. En da dat is natuurlijk... Die guy heeft gewoon geïnvesteerd in de PlayStation. die baalt als een sterker. <laughs> want die heeft van PlayStation ja. straks... Is er niks meer. Dus is dat, is dit, dan, dit iets wat bijvoorbeeld... Um, een advocaat van Microsoft kan meenemen in het proces van kijk uh, dit is de de bias nest, ja tuurlijk kan de, de, de bias meenemen. die ja, zij ja, tuurlijk, hebben tuurlijk ja. ik bedoel een advocaat vertelt ook maar een verhaal weet je ja. en dit is gewoon een prachtige illustratie van een van een punt wat hij heeft zo van ja. luister niemand is onpartijdig in deze discussie weet je nee. iedereen elke Man en 60% van alle vrouwen is opgegroeid met gaming. Ja. En uh, de keuze of je een PlayStation of Xbox of weet je, of Nintendo, weet ik veel. dat zijn, dat zijn niet zomaar keuzes, dat zijn keuzes die je identiteit uh, bepalen. Mm -hmm. En dat, um, uh, ja, dat is dus niet een kwestie van onafhankelijk zijn of zeggen dat je onafhankelijk bent. Nee. Dat ben je gewoon niet. Nee, um... Ja, ik denk dat het gevoel bij PlayStation ook deze week uh, wel versterkt is door inderdaad uh, die cijfers van, uh, van Call of Duty. We gaan het straks nog aan het eind even over hebben. Maar in ieder geval, um, Call of Duty Modern Warfare 2 heeft in tien dagen tijd meer verkocht dan Vanguard in een heel jaar. Dat geeft Vanguard? ook weer uh, Vanguard, het, vo het vorige deel, Call of Duty oh, Vanguard. Okay. Ja. Uh, dat geeft gewoon aan dat deze uh, editie heel goed loopt. Um, dat heel veel mensen hier uh, spelen. Warzone komt er nu natuurlijk nog aan. Daar gaan mensen weer massaal ongetwijfeld uh, shit is voor Is uit volgens mij? 16 november. Dat is nog twee dagen. Als ze dit opnemen? Um, als ze dit opnemen? Ja, nee, als, 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 ja, inderdaad. Hij komt ja, nee, je hebt gelijk. vandaag uit. Dan komt hij vandaag uit inderdaad. Ja. Um, ik, ik snap ook wel, uh, alhoewel bijvoorbeeld God of War uh, goed verkocht. En Julie, heeft, heeft die game uh, gekocht. Die zei het was echt nergens meer te krijgen. Dat snap ik ook wel. Iedereen die een PlayStation 5 heeft, die moet die game hebben. Want dat is het, enigste, het enige echt waanzinnige game die er op dit moment is voor de PlayStation 5. En nieuw. mensen willen hem fysiek hebben, dus. Uh, blijkbaar toch wel, inderdaad. Okay. Ja, hij heeft hem uiteindelijk uh, gewoon online gekocht voor 80 euro. Wow. Um, wat een hoop geld is. Uh, ik snap wel dat PlayStation dat als een bedreiging zit. Maar goed, we hebben het er al vaak over gehad. Um, je kan heel erg uh, in, in je zieligheid gaan blijven hangen. Of als Nintendo en al die andere partijen dit al, die, die zagen dit aankomen. Die zeiden van, oké, okay, we zullen ons moeten focussen op waar we wel goed in zijn. Ja. En dat is excessieve games maken, et cetera, et cetera. Goed. Um, we gaan nu even naar uh, de hoofdmoot van vandaag. En dat is um, het feit dat um, we hebben al een aantal Mindere periodes in de economie gehad, de laatste 10, 20 jaar. En uh, eigenlijk ging alles er gingen aandelen altijd flink achteruit van heel veel bedrijven, behalve de tech-bedrijven. Ja. ja, er is een bepaalde naam voor. Ik weet het niet, maar het gaat dan over Google, Apple, Microsoft, uh, Meta of Facebook. Um, dat, dat, die waren altijd. Als je daar je geld de in stopte, stocks ja, precies, als je daar je, je geld in stopte, um, dan ja. was je safe. Ja. Het afgelopen jaar. Is dat in één keer gewoon um, ja, weggevallen. En ik heb even al die stocks even opgezocht. Laten ze even allemaal kijken. En ik heb dan gekozen voor een jaar. Want dan kan je het zien. 50% eigenlijk. Dit is Amazon. Ja, het gaat echt om hele heftige bedragen. Het gaat om, om uh, uh, ja, bijna miljoen. Nee, triljoen. Nee, miljard. Billion dollar. Mil miljard aan. Of miljarden uh, beurswaarden die verdampen. Gewoon als ja. het ware. Um, dit is Amazon. Um, dan hebben we. Even kijken hoor. Dan gaan we naar de volgende. Uh, dat is uh, Meta. Nou, het, het, het is ongelooflijk nee, vergelijkbaar. Ik, 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 ik weet het niet. Kijk, alles klapt in elkaar, tuurlijk. Ja. Maar, de, maar die verhalen, uh, al die tech-platformen hebben hun eigen verhalen. Dat zeker? Nou, laten en, we het eens even doornemen. Uh, nou, Meta uh, heeft vol ingezet op virtual reality bijvoorbeeld. Ja, weet je, dat is metaverse. De Metaverse. De Metaverse, inderdaad, zoals ze dat noemen. En um, zoals we... Uh, Eigenlijk al heel lang zeggen is: virtual reality is een gimmick. Niemand zit er mm -hmm. te wachten. Um, het kan absoluut toepassingen hebben in videogames die interessant zijn, maar in de praktijk zien we die naast nog niet. Nee. Um, Meta heeft um, ja een, een, een verhaal verzonnen. Mm -hmm. En mensen hebben daar zijn daar ingestapt, want die hadden zoiets van, nou, Facebook, die, zal, die zullen wel weten wat ze doen, weet je, ze hebben Instagram en WhatsApp en weet ik het. Nou goed, en dat is allemaal aan het verdwijnen. Ja. Um, daarnaast dit soort platformen, en daar heeft Amazon ook, daar hebben ze allemaal mee te maken. Um, Consumenten zijn zich bewust aan het worden van het probleem wat je hebt met die grote gecentraliseerde bedrijven. Mm -hmm. Weet je, we hebben nu die, die uh, verhalen gehoord over hoe uh, bijvoorbeeld de Amerikaanse inlichtingendiensten gewoon aan tafel zitten mm -hmm. bij grote social media pla uh, platformen. Om de, uh, de toon van het gesprek uh, uh, te bepalen. Weet je? Dus, uh, nou ja, je, je hebt het ook heel erg met corona gezien en die hele, die hele discussie daarover. Mm -hmm. Dat werd op social media helemaal gecensureerd en dat mocht alleen maar het officiële verhaal. En als jij zei dat er weet ik veel, dat vitamine C ook heel goed helpt, nou, dan werd je gelijk geband. En dat, um, uh, ik denk toch dat dat uh, voor een groot gedeelte van de consumenten in gang heeft gezet. Dat ze zijn gaan nadenken over wat is er nou eigenlijk, wat heb ik eigenlijk aan deze platform? Wat doen ze voor mij? Mm -hmm. En Facebook is er als eerste uitgegaan. Ik heb zoveel mensen gezien die hun Facebook-accounts hebben. Maar daar opgezet. doen al die mensen altijd onderzoek op op Facebook. Ja, nou ja, goed. Het <laughs> <laughs> is wat het is, maar het is wel aan het verdwijnen. Ja, en, nee. Um, en als zo'n trend naar beneden is ingezet, dan zie je gelijk uh, het, het achterliggende probleem. Ja. Nou, Amazon kind of cool. werd op heel erg veel paarden, die hebben we ook gezien, ook 50% um, wat hebben we hier? Nou, dit is vijf jaar. Het is wel grappig dat juist in coronatijd ging hij heel erg omhoog. en ja, dan, uh, Daarna ging hij juist uh, heel erg omlaag. Ja. Nou, een van de officiële oorzaken die ze aangeven is gewoon... Uh, meta is gewoon eigenlijk het geld wat ze verdienen komt nog uit advertenties. En die advertentiemarkt uh, op Facebook en YouTube is in elkaar geklapt. Er uh, wordt veel minder geadverteerd. Iets wat ik ook denk ik voor de komende jaren zie aankomen. Als het gaat om uh, de partij met wie wij werken. Budgetten zijn allemaal gehalveerd. En dan gaan de klappen vallen. En um, ja, Facebook heeft nog steeds geen ander inkomstenpatroon. Hetzelfde probleem heeft natuurlijk Twitter op dit moment. Het is hartstikke leuk dat je er allerlei dingen op kan vertellen. En ik, ik snap jouw verhaal ook met de dingen mogen wel, dingen mogen niet. Maar het feit is, waar halen die mensen geld vandaan? Ja. Investeringen. En op een gegeven moment zeggen die investeerders ook van ja... Ga nu maar gewoon eens geld verdienen. Maar, maar het is een vicieuze cirkel. Dus ja. want aan de ene kant heb je inderdaad: uh, uh, consumenten haken af, uh, budget, uh, advertentiebudgetten drogen op. Ja. Uh, consumenten haken meer af. Uh, dus wordt er nog minder geadverteerd. Um, ja, dat is gewoon. Dat is de trend in Tech op dit ogenblik. Ja. Nou, Hier hebben we Google. Dit Alphabet, is Google? Uh, ook, ook, ook allemaal 40%. Ook, ja. ook een beetje in hetzelfde. Um, ja, goed. Ik, ik, ik moet even nadenken, ook van waar komen... Euh, een van de verhalen die ik ook veel hoor is van... dit, dit waren altijd jongens die met nieuwe dingen kwamen. Die, dingen die de toekomst zouden gaan maken. Weet je wel? en, en uh, Google was natuurlijk een, een search engine. Nou, dan was iedereen van... wow, dat gaat helemaal worden. Dit en dat. En de laatste jaren... Meta komt dan met de metaverse... waar nog heel weinig mensen in geloven. Waar komt Google nu mee... wat een nieuwe boost kan nou, geven? Niet Stadia in ieder geval. Nee. <laughs> dus ook dat is het van... Ja. wat is nieuw, weet je wel? Dus die tech-bubbel... Maar, maar dat, is, dat vind ik heel interessant. Dat die, ja. Kijk, je hebt in tech absoluut die ontwikkeling van vernieuwing en ja. innovatie. Alleen het zit gewoon niet bij die grote partijen. Grote ze partijen. hebben daar geen belang bij. En ja. dat, is het, dat is eigenlijk altijd het probleem uh, met grote industrieën. Het is lastig om ze omver te schoppen. Maar vernieuwing uh, daarin lukt ook eigenlijk niet. Nee, nee. Dat, is, dat is een probleem. Uh, dit is Tencent, ook een jaar. Um, ook die gaan achteruit. Dit heeft dan ook wel weer voor een deel te maken um, dat de Chinese markt uh, gaming behoorlijk gereguleerd heeft. Dus dat, dat hebben ze behoorlijk dicht gegooid ook. Um, misschien hebben ze ook wat te maken natuurlijk gewoon dat niet iedereen meer met uh, Chinese bedrijven, hè, Amerikaanse bedrijven, dat die er weer mee te maken hebben. Maar ook zij, ook weer zo'n powerhouse, um, gaan dus ook achteruit jaar, ja. al, uh, binnen een jaar. Um, ja, dit min 47 procent. Ja, het, het houdt allemaal wel. Kijk, je, je, je kunt dit ook gewoon niet loszien van um, uh, de, wat de Federal Reserve aan het doen is mm -hmm. uh, met hun rentebeleid. Ja. Um, op het moment dat die rentes omhoog gaan. Uh, zie je gewoon dat uh, beleggers hun geld uit de markt gaan halen? Ja, uh, ja dat uh, geld wordt duurder, dus dat is wat, wat je hier ziet. Weet mm -hmm. je, die bubbel loopt gewoon leeg. Ja, en dat, uh, ja, dat, zijn, dat is nu al een jaar aan de gang. Gaan we nu even toe naar twee, ook twee jongens die tot, uh, tot deze range behoren. En die vind ik dan wat minder. Ja, deze zou ik nog wel kunnen verklaren. Apple heeft natuurlijk best wel moeite met nieuwe iPhone supply chain. Uh, supply Um, niet echt innovatieve producten waarvan iedereen zegt, ik moet dit nu per se hebben. Bedoel, ik bedoel, ongetwijfeld dat ik ook weer over twee jaar een nieuwe telefoon ga halen, maar het is niet zoals tien jaar geleden van wow, ik, mo ik moet het hebben, want die kan echt zoveel anders. Ja. Um, aan de andere kant, ja, hun, hun winsten zijn nog steeds vrij gezond. Ja, maar ik wil dus niks meer zeggen nu. Nee, maar het is wel interessant ook. Kijk, dit is gewoon. Uh, Apple heeft. Uh, ik, ik, we, ik, moet, ik heb hier niet Ik weet niet wat hun uh, wat hun omzet is. En mm -hmm. wat, wat hun winst en een marge en een EBITDA, weet ik het. Um, ik heb er allemaal niet naar gekeken, maar uh, op zich ze doen het relatief goed. En misschien ook wel omdat ze niet afhankelijk zijn van die advertentiemarkt. Ja. Het is gewoon een ander soort techbedrijf is. Dus ja, het zou kunnen. En dan gaan we namelijk naar die laatste toe. En um, dat is wel waar veel mensen van zeggen: oh, maar hoe werkt dit dan? Um, dat is Microsoft. Ja. Uh, die hebben namelijk eigenlijk best wel goede cijfers laten zien. Hebben ook verschillende nieuwe producten zoals Azure, uh, Game Pass, dingen, uh, uh, servers wat gewoon wat beter draait. En ook zij uh, hebben echt giga miljarden zien verdampen. Hè? Het, het, ja. ze, ze, ze behoort tot de trillion dollar. Uh, 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 companies, weet je wel. Dat was een soort van als je dat haalde, dan de dat, 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 holy grail. Maar het is en... allemaal geen moer, weet je. Nee. Ik bedoel, die dollar is gewoon uh, die heeft ook 10% inflatie per jaar, weet ja. je. Dus het zegt gewoon niet zoveel. En dit, uh, um, ik denk inderdaad, misschien wat het verschil met Google en dat soort. Uh, want, want Google heeft ook zijn datacenters en, mm -hmm. en, en, en ook zijn clouddiensten, net als Amazon. Wat, wat Microsoft misschien daar een klein beetje van onderscheidt, is dat ze iets minder afhankelijk zijn van advertentieinkomsten. Ja. Kijk, dat Bing, die search engine van hun. Dat, de, de, ja, ja. Weet je, dat, dat, niemand adverteert daarop. Uh, voor de rest ze hebben ze geen grote social media platform, volgens mij. Alleen LinkedIn is mm -hmm. van hun. Um, en ze hebben gewoon wel echt diensten die, die ze direct verkopen, zoals Game Pass. Um, en niet dat dat nou zo ontzettend veel omzet als je kijkt naar nee. het totale plaatje van Microsoft. Maar Amazon Prime Video uh, concurreert direct met vijf andere partijen die het ontzettend goed doen. Ja. Dus uh, uh, daar heeft Microsoft wat minder last van. Dus ik denk gewoon in de perceptie van mensen is Microsoft dan. De minst slechte, weet je, maar om heel eerlijk te zijn, weet je, ik wil in 12 maanden tijd een uh, 34% van je waarde zien verliezen. Het uh, <laughs> ik bedoel, het lijkt wel een shitcoin, weet je. Het is, ja. echt, uh, is, is dit. Want ik zat laatst ook een beetje te lezen over die um, um, FTX, die, 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 die crypto-exchange. Uh, ja, ja. Ja. En ik heb er niet genoeg verstand van, maar ik zie ook heel veel. Emotie en angst. Mensen dumpen dingen heel snel. Uh... Miljoenen mensen zijn daar al hun geld in verloren. Ja, nee, dat, dat, dat snap ik. Maar um, het is meer zo van als ik dit ook kijk, dan. Die, de aandeel is niet gebaseerd op de realiteit van er wordt winst gemaakt, maar meer over. Wat mensen denken dat gaan komen. En dat, ja, dat, dat is al dat, heel lang zo. Ja. En, en in principe. Kijk alle prijzen vragen een aanbod. Ja. En dat. Uh, uh, laat ik zo zeggen. Dat, dat drijft op emotie. En die mm -hmm. emoties. Er zijn twee hele belangrijke emoties in markten. Dat is hebzucht en angst. Ja. <coughs> mensen willen meer hebben. Maar ze zijn bang om alles te verliezen. Nou, dat zie je hier. Ja. Als er ook maar een klein beetje tegenwind is, dan speelt die angst op. Dan gaat die prijs naar beneden. En dan gaat hij ook hard. Want als de prijs naar beneden gaat, worden mensen bang. En mm -hmm. dat is een soort zelf Totdat je op een gegeven moment de bodem hebt bereikt. En dan gebeurt het tegenovergestelde weer. Ja. Dus dat, um, ja, dat gebeurt. Weet je. Kijk, vroeger kon je gewoon zeggen van oké, okay, een aandeel had een bepaalde waarde, omdat het bedrijf een bepaalde winst maakte en een bepaalde dividenduitkering deed. Mm -hmm. Nou, dan, dan kun je daar ongeveer een soort verhouding op loslaten. En dan weet je wat gezond is en wat niet. Nou, tegenwoordig, we zien bedrijven. 20 keer een earnings uh, uh, in hun aandelenprijzen uh, hebben zitten, dat is mm -hmm. fucking insane. Weet je, ja. dat slaat helemaal nergens op. En dat, um, dat moet er eerst uit. Maar we hebben nu de afgelopen twintig jaar. Kijk, nu zijn die rentes ietsje omhoog aan het gaan. Mm -hmm. Maar we hebben een hele lange tijd gehad waarin die rentes ja. gewoon extreem laag. In Europa zelfs negatief waren. Ja. Dat betekent dat geld gratis is. Ja. ja, sorry, maar als geld gratis is, wat ga je dan doen? Dan ga je, ga je te investeren in dit soort shit. Nou, ja. Nu is geld niet meer gratis. Dan komt dat geld er weer uit. Of het verdampt. En dan, nou ja, dan heb je pech gehad als je daarin zit. Ga, gaat dit gevolgen hebben in die zin uh, dat. En dan kijk ik even spiek, specifiek naar Mark. Microsoft en Apple, dat ga ik het zo even over hebben. Dat, omdat die game gerelateerd dingen mee bezig zijn. Amazon ook al een beetje. Bij mijn weten, als, als het niet goed gaat met een aandeel. Dan gaan aandeelhouders gaan zich heel kritisch opstellen. Die, die, die willen dan echt van elke investering, van elk element in een bedrijf weten van uh, gaat dit goed. En als ze ook maar enigszins het gevoel hebben dat dit niet goed gaat. Dan willen ze het liefst dat het gestopt wordt. Want het moet dan in dingen die wel uh, geld opleveren. Denk jij nu dat dit soort bedrijven dan onder een hogere druk komen te staan? En dus bijvoorbeeld als een Game Pass of een andere game gewoon niet zo lekker loopt de komende twee jaar, dat daar dan um, mogelijk maatregelen kunnen genomen gaan worden? Ja, het, het werkt niet zo direct als het, je zegt dat aandelenhouders gelijk gaan opbellen. Mm -hmm. uh, er zullen ongetwijfeld grote fondsen zijn die, de, die toegang hebben tot de directie bijvoorbeeld van Microsoft en andere grote bedrijven. Maar omdat ze allemaal zo slecht gaan. Um, denk ik dat uh, waar je dit eerder gaat zien, is de targets van het management. Mm -hmm. en die gaan gewoon, die zijn nu verlies aan het lijden. Dus dat betekent ja. dat ze hun targets uh, uh, niet halen. Dat betekent dat ze geen bonussen krijgen. Nou, en nee. dat is natuurlijk pijn, want je moet je jachten en je dure huis en weet ik wat. Dus uh, <laughs> die gaan gewoon in de kosten snijden. Ja. Kijk, je kunt of meer geld verdienen of minder geld uitgeven. Ja. Dus die gaan in de kosten. En dat zijn die ontslaggolven die je nu overal ziet. Ik sprak uh, vorige week met twee mensen uit de hardware-industrie uh, die um, verantwoordelijk zijn om de producten te verkopen. Dus gewoon uh, de sales doen en de, en de marketing. En um, zij zeiden van, um, het is bizar, want ik, uh, iedereen weet dat het minder goed gaat. Iedereen weet dat we minder gaan verkopen en toch zijn mijn targets hoger dan het jaar daarvoor. Ja, dat, dat moet. Het exact dat moet. niet te halen is. Er ja. is echt no way dat we dat gaan halen en dat levert best wel stress op. Ja, maar dat moet, omdat okay. het, uh, um, die, laat ik zo zeggen, die, ons hele monetair financiële systeem is gebaseerd ja. op groei. En um, ja, er moet gegroeid worden. Ja. En als je niet groeit, ja, dan heb je een probleem. Omdat die, die aandelenkoersen gaan omlaag. Ja, 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 ja. Alleen wat zie je nu gebeuren? Uh, beleggers geloven er al niet meer in. Nee. zoiets van ja, het is leuk met je targets die, die je niet gaat halen. Maar ik zie het niet. Ik zie het sowieso niet gebeuren. Dus nee. in plaats van dat je dus. Een geleidelijke afname ziet van een, van een aandelenprijs. Dus ga je hem zo meteen zo'n zo hardwarebedrijf voor ja. die opeens gaat duidelijk worden. dat die targets niet gehaald worden. Nou, nee. dus dan ga je, ga je een gigantische klap zien. Weet je? Dus eigenlijk moet jij nu. Uh, uh, short gaan op dat uh, bedrijf wat je, ja. uh, uh, wat je net uh, beschrijft. Ja. Uh, en dan ga je geld verdienen. Want je weet nu al dat het tax niet gaat. Dan weet je nee. dat zo meteen die aandelenkoers in elkaar klapt. Nou ja, wat is het? Uh, weet je, dat zal tegen het einde van het jaar zijn. Uh, uh, dan gaan we in februari ergens geen die correctie zien. Ja. Dan gaan die aandelen gaan in elkaar klappen. Nou, nou, dan kun je, ja, het, kun je het nu lekker short. Het is natuurlijk ook best wel een gevaarlijk ding in de zin van um, dit is ook, dit leidt ook tot burn-outs. En niet zozeer dat mensen dan zo hard moeten werken, maar gewoon de stress die je hebt van je weet dat je het niet haalt en dan moet zo'n manager die moet je dan weer bestraft gaan toe, toespreken want zijn manager die bestreekt, die, weet je wel, dat, dat soort dingen. Het levert stress op. Mensen gaan weg bij bedrijven. Um, maar het, kijk, het, het levert, tuurlijk levert het stress op, want er wordt ja. minder verdiend. Maar om heel eerlijk te zijn, kijk, als jij, als ik tegen jou zeg, jee, uh, we moeten nu, uh, we nemen nu drie items op in deze ja. Uh, de, deze piepshow. laten we er nog de moeten er nu moeten er nog 35 bij <laughs> en uh, dat moet voor uh, en dat moeten we binnen een half uur opnemen. Dat, ja. Ik bedoel, als het niet haalbaar is, niet haalbaar, weet je? Nee. dan kun je wel, dan kan ik wel gaan schreeuwen, maar het gaat niet haalbaar maken en dat is, dat zie je ook bij dat soort bedrijven. Weet je, als ja. je dat soort management hebt, je krijgt die crunch op een gegeven moment. Dan gaat op een gegeven moment kom je in botsing met de realiteit. Nee, weet dat, je? Dan dat kan denk ik iets ook ja. niet. Ja, ja dan kun je gestrest over zijn, maar het ja het enige wat gewoon vervelend is is dat mensen hun bonus niet krijgen ja. omdat hun targets niet gehaald worden ja dat is kut maar dan moet je misschien gaan nadenken over uh, de manier waarop je salaris is opgebouwd en ja. of die bonus wel zo'n goed idee is ja. en dat uh, um, nou ja goed weet je zo'n crisis is ook ja. het klinkt stom maar het is zo'n crisis is ook de realiteit, weet je? Het is de realiteit. Zeker. Het zijn de plannen en de ideeën van mensen die in aanv aanvang komen met mm -hmm. de realiteit. En dat is iets nou ja, wat... Um... Wat je nu gaat zien, dat vond ik altijd wel leuk. Vroeger, ik heb een vriend die in de makelaarswereld zat. Van toen toen huizen echt, je hoefde helemaal niks te doen. Je kon echt gewoon, ja. al was je bij spreken, kon je niet praten en kon je niet horen, kon je niet zien. Kon je nog huizen verkopen, want maakt niet uit. Nu wordt het, er is een periode dat het moeilijker wordt. Nu wordt het ook weer moeilijker. En nu zie je ze om de havenklap ook een beetje omvallen. Dan, dan gaat de kwaliteit bovenkomen. Dus wat je nu ziet is dat marketeers en PR-mensen, en dan ga je zien wie is er echt goed. Wie ja. weet toch nog op een toffe manier uh, zijn producten te verkopen. En wie kan dat gewoon eigenlijk helemaal niet. En valt dan hartstikke door de man. Dus ook ja. dat is natuurlijk ook stress als je opeens denkt: fuck, nu moet ik echt aan de bak. Nu moet ik echt creatief zijn. Ik zag, ik zag serieus op LinkedIn. Ik, zag, ik haat LinkedIn. Ik vind het zo kut... <laughs> maar ik zag een of andere uh, iemand die ik volgde. En die had ja. met een of andere uh, heel groot uh, uh, IT-bedrijf. En die hadden dan een, uh, een of andere yoga ochtend en stonden ja, ja, ja. ze allemaal stonden ze zo en ik zat er te kijken. Het is, ja, wat God. verdomme godverdomme gaan dit werk weet je? Ja, nee. Wat de fuck is hier aan dat? Nee ja het, ja het, dat is dus een bijkomst van van recessie. Ik bedoel uh, je kan het heel negatief zien. Het is ook negatief natuurlijk. Je voelt het in de portemonnee. Maar je kan het ook als een uitdaging zien van hoe ga ik dan met met ik krijg nu opeens andere bouwsteentjes. Uh, nou, hoe we, ga weet ik je toch iets hiervan proberen te maken? Weet je dat dat is geen keuze. Je hebt geen keuze. Je moet nou ja, creatief nee. zijn ja. en je moet jezelf een weg naar boven uh, uh, ja. zien te uh, ontdekken, ondernemen. Uh, uh, speel in op de situatie, weet je? En dat is gewoon. Kijk, je, iedereen weet: er zijn zo ontzettend veel mensen die, weet ik veel, helemaal tot aan hun nek in de hypotheeklasten zitten. Ja. Weet je, die. Top hypotheek hebben en een dure auto voor de deur, en het <laughs> moet allemaal tip-top. Ja. En dan komt die crash, en dan haal je je targets niet, en dan valt je salaris tegen, en dan ja. kan je niet op en dan dan stort het in. en Dan moet je dat huis verkopen. Dat is echt super pijnlijk, weet je. Dus probeer niet in zo'n situatie terecht te komen, nee. weet je. Maar dat, dat is wel wat mensen vaak doen, hè? Gewoon het maximale proberen eruit te halen ja, wat maar, erin zit. Maar dat is het probleem dat ja. mensen doen dat op het moment op het top van de markt, ja. en dan. Weet ze zijn allemaal geldgeil geworden. Ja. En dan krijg je uh, ja, dan ga je in botsing komen met de realiteit. Dat ja, ja, ja. is kut. Doe dat niet als nee, je. Cut. Het zal zeker nog wat bloedbaden gaan opleveren. Ik bedoel, uh, meta, 11.000 man uh, eruit geflikkerd uh, op dit uh, op moment. En ja. bij Twitter alle contractors die, <laughs> die, uh, die, 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 die kwamen er via de media achter dat hun contracten ook allemaal opgezegd worden. Dat kan namelijk in Amerika. Als je contractor ja. bent, dan kun je gewoon morgen zeggen. Ja. Doei, mazzel, uh, ik heb je niet meer. Um, deze vond ik ook interessant. Ik hou dat totaal niet bij. Apple Arcade. Um, dat is een <laughs> subscription model. Um, 100 miljoen gebruikers. Ja, insane. insane. Um, Absoluut ik, insane. Ik vind wel, de, als je dit zo ziet, ja. het is appels en peren. Zeker? Ik vind namelijk echt Apple Arcade ja. met geen mo mogelijkheid te vergelijken met die andere platformen. Mm -hmm. Het is, uh, uh, het is veel goedkoper. Ik ga het even allemaal opzoeken. Ja, nee, ga gaat door. Nee, het is goedkoper. Het is een um, beetje uh, um, makkelijker even te bundelen bij uh, um, weet ik veel, bij uh, bij Apple TV die je mm -hmm. gekocht. Um, ja, wat ik zei, ik vind het gewoon niet zo uh, uh, zo'n interessante vergelijking. Nee, ja, goed. Uh, je hebt al gelijk 499 per maand. Um, en je kan het uitproberen. Dat vind ik ook altijd moeilijk. Hè? Van 100 miljoen mensen is dat allemaal betaald? Zijn dat mensen die het uitproberen? Um, die zijn altijd. Het, het, het is altijd een beetje vervuild. Maar het geeft wel aan. Ja, kijk, ik, ik heb altijd gezegd van ja, ik, ik, ik geloof hier niet zo in. Aan de andere kant, ja, heel veel mensen hebben die fucking iPhone. Je hebt hem constant in je broek zitten. De kans nou, dat je hem uh, ja, hier ook buy een Apple device. Three months free. Dus heel veel mensen die. Ook ziet En die krijgen het ja. dan drie maanden. Precies. Um, is natuurlijk ook een trucje wat uh, Xbox uh, doet. Dat kun je ook gewoon altijd uh, gratis uitproberen. Um, maar je ziet ook weer ook dit soort cijfers maken dus niet uit, want die aandelen van hun zijn ook gewoon in elkaar geduikeld. Ja, dus... ja maar dit is, dit is ook ja. echt onzin, weet je. En wel Ik weet niet of het voor gamers interessant is. Ik, misschien is het leuk voor kids, ik weet het niet. Ja. Maar dan moet je wel zo'n controller erbij hebben, en weet ik het. En dat, uh... Het is ook niet ja. mijn uh, cup of tea. Maar opvallend cijfer. Um, ja, we eindigen even met uh, Modern Warfare natuurlijk. De um, warzone. Uh, die, uh, die, ja, die is nu uit. 115 gigahertz. Kun je er weer even bij zetten? Uh, dat komt nog eens een keer bovenop. Uh, volgens mij, je base game. Mag, ja, nog eens... mag je oude warzone weg dan? Um, de oude warzone war gaat weg. Maar komt een maand later weer terug. En dan gaat hij anders heten. Dus, oh. dus, uh, maar okay. in principe, uh, de nieuwe, ja, nieuwe warzone is 115 gig. En um, gaat dat jou weerhouden om het? Te installeren of nee want uh, <laughs> uh, ik heb uh, ik heb glasvezel internet oké okay. uh, je hebt hem nu ja dat gaat super snel man dus ja. uh, ik, ik ik heb er niet zo'n probleem mee ik, ik waar ik waar ik gewoon een beetje bang voor ben is dat um, zodra ik die uh, Download binnen heb en ik zet het aan dat het niet werkt. Of dat het servers plat zijn. Weet mm -hmm. ik wat. Ik vind. Ik, ik moet je eerlijk zeggen. Ik, ik, ik vind Warzone. Um, er is zo ontzettend veel mis met warzone op dit ogenblik. Ja. Dat ik hoop dat veel ervan gefixt wordt. Maar ik denk dat dat wel, dat dat niet gaat gebeuren. Nee. Um, maar goed, weet je, ik ben zo'n liefhebber van wat Warzone ooit was. dat ik toch de hoop heb dat het terugkomt. Ik vind ja. de serieuze insteek beter. Ik weet niet of ik de map tof vind. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Het is ja. een. Um ja, het spreekt die 150 gig. Het zal wel. Uh, ja, je moet ruimte maken. Weet je? <laughs> en ik heb ook maar 1 terabyte op mijn, uh, op mijn Xbox. Nou ja, dus dat, dat is dat een, is een beetje van. Uh, het, het is gewoon als je die andere game hebt. Bedoel, de, multi, de, de gewone game, dan is, dat is ook 100 nog wat. Weet je, dat is gewoon een, een kwart van je, uh, uh, van je systeem, ja. is gewoon alleen Call of Duty. Um, maar goed, um, we gaan de uh, game sowieso vrijdag streamen. Uh, en dan volgende week uh, uitgebreide review. Want uh, het heeft helemaal geen zin om de review te baseren op dag 1. Want um, ja, dat moet je even een paar dagen aanzien. Houden de services? Hoe is de balans? Al dat soort dingen. Um, ja. Wordt gedingd. Volgende week, nieuwe Piepshow.